Je wordt maar één keer 16, dus je kunt het maar beter speciaal maken. Violet zal alles doen. Dus haar feestje verloopt zonder problemen. Maar het lijkt erop dat ze vergeten is. Over één feestje. In de kamer ernaast zijn haar ouders. Ze zijn ook aan het vieren. Violet wil hier geen tijd doorbrengen. Maar als ze cadeaus wil, zal ze haar familie moeten verdragen. En zich omkleden. Opa heeft ook een verrassing voor Violet. Alles lijkt verpest. Tenzij Violets broer Nick haar komt redden. Lachen, Violet. Het is jachtfeestje. Violet had het moeilijk. Maar het lijkt erop dat het voorbij is. Nu kan ze blijven feesten. Dat zou het zijn als Nick hier niet was. Maar als Violet dit voor elkaar wil krijgen, zal ze Nick moeten laten blijven. En vergeet de sweater. Nick is hier om plezier te hebben. Speciale manier. Hij begint met het laten zien van Violets vrienden. Al haar gênante babyfoto's. Haar vrienden vinden het geweldig. Dat ging geweldig. Nick maakte Violet zo kwaad. Violet gaat terug naar haar ouders. Zij hebben tenminste haar grootste cadeau. Nou, het is geen auto. Vis ook spannend. Kijk naar opa's andere cadeau. Hij gaf haar wat visbenodigdheden die al eeuwen in de familie zijn. En zijn beroemde vissershoed. Nick heeft een idee om het op te waarderen. Neem een emmerhoed. Kies wat verf uit. Gebruik een borstel om de hoed te schilderen. En maak kleurrijke kleurverlopen. Laat de hoed drogen. Schrijf op de hoed met een dun penseel. Klaar! Nick heeft de hoed opnieuw gemaakt. En nu zijn hij en deze oude emmerhoed de baas op het feest. Zo creatief! Violet had een geweldig idee dat haar geweldige feest gestolen kon worden. Dat is niet goed. Violet laat Nick met de fles draaien. Op haar verjaardagsfeestje. Wil je niet oefenen voor je eerste echte kus? Miss Vacuum is een geweldige kusser, toch? Nick zal deze kus nooit vergeten. En de andere gasten ook niet. Mooie lippen, Nick. Violet wilde Nick voor de gek houden. Maar ze haalde alleen zichzelf voor de gek. Wie geeft hem haar feestje? We kunnen hier lipfillers krijgen. Het feest loopt uit de hand. Het is allemaal Nick's schuld. Ze moet Nick eraan herinneren. Nick heeft ook een herinnering. Hij is de beste dansende padvinder van de stad. En de gasten willen niet dat hij weggaat. Maar vandaag is Violet's speciale dag. Ze wil dat Nick weggaat. We zullen hem missen. Nick is net als zijn opa. Juf Jules maakt zich zorgen om haar vader. Hij is te oud om zo aangestoken te worden. Op zijn leeftijd zou hij zich moeten concentreren op het verlagen van zijn cholesterol. En kalm blijven. Maar Violet heeft hulp nodig van haar broer. Dus wat als ze hem eruit heeft geschopt? Dingen veranderen. Misschien kan $20 dit glad strijken. Nick is klaar om er weer in te springen. Dit feest is op het volgende niveau. De gasten vinden het geweldig. Maar op het slechtst mogelijke moment gaan de lichten uit. Nee, kijk niet naar Nick. Hij had er niets mee te maken. Oh, het is opa's schuld. Hij heeft zijn bonen te gaar gemaakt in een magnetron. Bonen hebben nog nooit een feest verpest. Om te voorkomen dat dat weer gebeurt, moet Nick zijn geheime wapen gebruiken. Het duurde niet lang voordat Nick en Violet het feest repareerden. Nu was alleen nog maar te wachten tot de gasten terugkomen. Dit is geen gewoon feestje. Je hebt een uitnodiging nodig om binnen te komen. Knip figuren uit zwart karton. Maak een kleurverloop met acrylverf op een ander vel. Lijm op het geknipte stuk en teken het. Versier de binnenkant.
Meng transparante acryl polish met poeder en schrijf de datum en tijd. Nu zal het schrijven alleen zichtbaar zijn onder een UV-lamp. We hebben het feest gered! Het is nu nog beter! Wow, dit is zo verlicht! Maak je geen zorgen over al dat schudden. Dit is het andere feestje. De bonen feest in opa's maag. Hij heeft genoeg bonen gehad voor vandaag. Dit huis kan niet meer schudden. Heeft Nick Violet weer verraden? Laat hij haar babyfoto's zien. Gelukkig is zij het deze keer niet. Het zijn foto's van opa. Hij is overstuur. Nick en Violet hebben het eindelijk bijgelegd. Hij heeft zelfs een cadeau voor haar. Wat zit er in de doos? Rol een dun laagje witte polymeerklei. Rol de groene klei op en wikkel er de witte klei omheen. Hak de strook in heel veel kleine stukjes. En plet ze samen. Rol het uit. Snij er oorbelstukjes uit. Bak ze voor 3 tot 4 minuten. Op 250 graden. Als ze afgekoeld zijn, doe er de fondant bij en gebruik een tang om de stukjes aan elkaar te maken. Deze oorbellen zijn perfect voor dit feest. Nick heeft vooruit gepland en maakt een heleboel oorbellen. Violet, niet boos zijn. Je hebt ze gratis gekregen. Oh, er is iemand aan de deur. Nog meer gasten? Nee, het is de politie. De buren hebben een klacht voor geluidsoverlast ingediend. Maar Violets opa schiet de hulp. Hij kan het bonenfeestje in zijn maag nog steeds niet stoppen. Dus hij is degene die de boete krijgt. Nog eentje. Serieus, opa, kijk uit wat je eet. Volwassenen zijn zo saai. Nee, Violet, dit is geen toetje. Als je plezier wil hebben, wees dan meer zoals je opa. Hij weet echt hoe hij moet opdraven. Vroeger was hij een echt feestbeest. Hij is naar zoveel feestjes geweest. Hij leefde er echt op los. Gelukkig voor opa. Is Nick net als hij. Hij is de koning van het feest. Een echte grappenmaker. Op dit moment maakt hij gebruik van het feit dat zijn zus weg is. En een zwembadfeest geeft. Maar Nick eindigde gewoon in niets meer dan een zwembroek. Deze mysterieuze gast heeft plezier. Ze gaan helemaal uit hun dak. En ze hebben ook een verrassing voor Violet. Een ongewoon glas. Breng glow-in-the-dark verf aan met een spons. Maak vloeiende gradiënten. Teken het met een dunne kwast. Lijm er kleine versieringen op. Klaar. Oh, deze vreemde gast is duidelijk. Goede oude opa. Violet is boos dat haar familieleden haar donder blijven stelen. Ja, er waren wat moeilijke momenten. Maar over het algemeen was het geweldig. In tegenstelling tot het feest van haar ouders. Het is zo saai. Wil je zien hoe kinderen tegenwoordig plezier hebben? Kijk maar eens. Zelfs opa wordt aangestoken. Nee, de ouders vinden het feestje niet leuk. En iemand gaat in de problemen zitten. Waag het niet om te feesten. Zonder ons. Yeah. Kijk en leer, kinderen. Dit is hoe je moet opdagen. En vergeet de limbo niet. Opa heeft zijn stok voor ons meegenomen. Nu gaat het feest echt geweldig. Dus is het tijd voor Violet om haar belangrijkste cadeau te krijgen. De sleutels van haar eigen auto. Opa kan niet wachten om een ritje te maken. We zijn op een enkele reis naar het land van plezier. Of dat zouden we zijn als opa's rijbewijs niet verlopen was. 15 jaar geleden.
Violet zou haar 16e verjaardag nooit vergeten. Het was geweldig. Vond je ons nieuwe verhaal leuk? Wat was je favoriete deel? Vertel het ons in de comments. En vergeet niet te liken, te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Troom Troom Trick mist.